kijkers en welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Steven de Remes. En jouwe, het is bijna tijd om gaan te werken. Jullie vragen me af wat dat is zeker. Dat is mijn betaalkalender. Van Bewel. Dus, en daar kruis ik altijd alles door. Ook de dag wat is gepasseerd. Ja, ik ga maar eens opstaan. Dat doe ik dus elke morgen. Echt keihard hoesten. Eens weet hoe ik kan doen. Hier wat licht maken. Oeh, auw, mijn ogen. Maar... gelukkig is leuks. Ik heb aan mijn raam al te doen, dat ik dat niet vergeet. Het is ook zacht. Het is niet koud. Vind ik. Ik heb mijn houder kunnen halen. Het is hier niet hier. Het heeft hier niet echt afgekoeld. Voilà, staat ook al aan. Hup, staat regen. Ik heb mijn houdertje bij. Ik ga nu mijn baardje scheren. Dat kan ik wel al doen. En dat gaan we lekker in een timelapse gooien. Eens kijken hoe dit gaat. Ah, ik zie jullie zelfs allemaal terug. Yo, ik ga alles klaar zetten. Zo, na het scheren ga ik altijd, ja, bijna altijd de douche in. Lekker opgewarmd hier nu. Hupsatree. En dan ga ik nu nog eens een lekkere douche nemen. Toppie! En ik heb een klein mondje hier. Ik voelde het net. Allee, tot ziens. Oh, lekker schoenen, hè. Goed warm. Goed warm. Toppie. Hoppa. Dan ga ik mij eindelijk eens lekker douchen. Even nog een handdoek klaarleggen. Voilà. Die valt er weer een beetje vanaf. Dat is niet goed. Hup. Allee, ik zie jullie zelfs allemaal. Yo. Jawel, je ziet het ook. Daar zit ook Enzo Knol tussen. Jawel. Zo. Heerlijk gedoucht. Ga ik eens mee klimmen voor nog even de stoktelling te doen. Op mijn computer. En dan stel ik ervan. Beginnen te vertrekken naar mijn wijk toe. Wat ik ook al merk, ik ga zelfs een andere broek aandoen, want die zak komt die nu af. Dat is ook niet de bedoeling. Dus ik ga nu even nog de stoktelling doen. En dan ga ik ook nog een mooie timeslapje maken van mijn onride van hier naar Globochem Sint-Truiden. Dus ja. Dus ik ga even nog werken. Tot ziens. Zo mensen. Ik ga zeggen, geniet van de timeslap. Het is ook buiten goed aan het regenen, hoor ik. Maar ik heb ook nog gewoon een nieuwsbordje gemaakt. En mijn bijenboom voor de dingen. Zeggen de video's ben ik bij aan benen. Dat die ook allemaal terug online staan op mijn website. Oh, fuck. Ja, dat ga ik wel doen. Mijn brein in de zakken. Allee, ik zie jullie zelfs allemaal. Yo. Close your eyes, only got one eye. Just put your trust in me. Give me everything. I need your love tonight. So baby, please don't fight it. Put your trust in me. I'll give you everything. So hold on to me.
dat jullie van de timeslap hebben genoten. Maar ik moet heel snel zijn, want ik ben nog redelijk laat op mijn werk aangekomen. Dus nog even alles inpakken en dan naar binnen voor te werken. Tot straks allemaal. Yo. Ja mensen, ik moet het toegeven. Er is niet zoveel vandaag gebeurd. Sorry dat het nu een autovlog is, klein beetje. Maar er is een vlog, hè, mensen. Vergeet er niet van. Ja, wat heb je dus vandaag gedaan? Jawel, op mijn werk. Dus flessen uit de dozen uitpakken en dan ontstekeren, de dozen bestekeren. Dan wissel ook weer al helpen inpakken. En dus dozen toedoen en dan stapelen. En dan ook op een gegeven moment ontstekering aan een hele, hele grote machine. Dus ik kan die tempo wel aan, mensen. Ik kan die tempo aan. Dus dan heeft zij ook gezegd van ja, hup, Dimitri, geen agenda toe voor de laatste 2 uren. En dat was ook wel echt plezant. Dat moet ik wel eerlijk toegeven, heel plezant was dat. En dan nu gaan we eens even kijken. Waarom staat die nu hier? Ik weet dat niet. Misschien te modderig is. Ja, dan zet hij zich maar hier aan de zijkant. Mijn bovenbuurman. Cola. Cola. Dan heb ik hier ook nog Fanta in zitten. Voilà, ik moest nog even in mijn handschoenkastje zien, want ik had daar iets ingelegd voor morgen vroeg. Weer al een zuivere mondmasker, dat moet ik ook nog niet vergeten. En dan ga ik richting mijn bedje in, want het is al redelijk laat. Het is nu al... Wacht. Ik kan het direct zien. 22 uur 30. 22 uur 30, dus 10:30. Dus een mooi uur kunnen om gaan te slapen. En ook weer al morgen weer een goede wijkprestatie neerzetten. Dan zijn ze ook weer al content, ook over mij. Dus ik pak jullie nog even mee. Handvrij op. Maar niet deze weekend. Dus mensen, staan jullie op een helling of zo? Zet u dan niet in achteruit, maar op het eerste en handvrij af. Waarom? Dat is een gouden tip dat ik jullie geef. Uw handrem kan kapot vriezen. Heb ik ook mijn dingsken uitgezet? Nee. Ik heb hem niet uitgezet. Dat is mijn lichtje. Mijn autolicht, die moet toch ook uit, hè? Mensen? Of moet ik morgen niet gaan werken? Dan heb ik een platte batterie. Oh, fuck. Ik moet nog mijn sandwiches toch gaan halen. Dat ga ik dan ook... dat ga ik morgen dan doen. En morgen haal ik dan een broodje uit. Dan ga ik er wel even doorbellen naar mijn mama toe trekken. Goed. Allee, voilà. Tot morgen allemaal. En ik zie u weer al met de volgende gloednieuwe vlog. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hieronder aan niet te abonneren. En vergeet ook niet om een belletje te drukken. Dan blijven jullie op de hoogte van het rijden en zeilen van Cycle TV. Ja, ik zeg het nog een keer, dat is lang geleden. En ja, ik ben het knats vergeten dat ik mijn sandwiches nog moest gaan halen. Oeps, kan gebeuren. Allee, tot morgen. Joep.